Isabel dus beter leren kennen als dat de laatste dagen. En als Isabel met iemand een relatie begint, zal dat niet met de scène zijn, maar eerder met mij. Allee, Jori, dat meende niet. Dan hebben we wel binnen. Ah, Lisa. Is er nog boven de kleine? Hij is zijn eigen kleren aan het uitzoeken. Nou, dat wordt een pullover van Samson of een van Harry Potter. Gaat jij de kleine naar school laten gaan? Ja, natuurlijk. Niet meer overgegeven, geen koorts niet meer. En er juist stond er nog op zijn bed te springen. Dus. De manneke was ziek geworden omdat we ons dat horen praten over het gerecht en avocaat en zo. En, oh, boe, zorg niet. De manneke weet nog niet eens wat een avocaat is. Ja, maar zuster Ron, die had schrikken, juist omdat hem dat niet kent. Maar misschien heeft Frankietje niks van ons gesprek verstaan. Maar je heeft het wel door als het over ernstige dingen gaat. Manneke, zwijg er nu maar over. Hè. De Frankie is genezen en voor de rest wil ik van die advocaat niks meer horen. Voilà. Oh, dat zal niet meer nodig zijn. Dat zal Leontina maar wel arrangeren. Ik klap hem gewoon een bak in. Zo heeft ze dat gezegd. Ja. Zo eenvoudig is dat niet. Nee, je moet ze niet onderschatten, Leontien. Maar wat gebeurt er dan als de advocaat van Luc zo een keer ambetante vragen begint te stellen over die relatie van Luc en Leontien? Roger, als Leontien nog klep opentrekt op het gerecht, dan komt die advocaat van onze Luc er niet meer rond de pas. Oh, daar zijn we een maat. Hey, kom maar binnen. Ah, hoe gaat het? Alles goed met u? Wat is de naam van Pirouz? Jeannieke, nog 3 ontbijtjes voor de 5. Kan ik ondertussen iets doen? Ja, je kunt wat appels inpersen als je wilt. Ja, dat is goed. Hoe is het eigenlijk met de Werner en Valérie? Zijn die zoal dat bekomen van hun emoties? Wel, die wilde deze weekend wat tot rust komen en alleen met Julieke bezig zijn. Ja, was niet te verstaan ook. Lang hebben ze dat kind moeten missen. Trouwens, ik heb deze weekend ook al wat verloren tijd ingehaald met de Waldik. Wilt je daarover zwijgen, ja? Ik had het kunnen weten. Jij zit dus nog niet veranderd. Rosa, gebruik nu eens 1 keer uw verstand. 1 keer, alstublieft. Ik geloof in de Waldik en dat zal niet veranderen. Want ik zie je namelijk doodgraag. Oh, goedemorgen. Oei, oei, oei. Het gaat hem weer niet goed af. Hij was plezant gisteravond. Oh. Ja, ja. Wat is het? Een bras gemaakt met Marie vooral? Een bras met Marie? Ik heb Marie van de ganse avond niet gezien. Ik weet niet, misschien als je thuis kwam of zo? Ah, nee, maar je slaapt niet meer in dezelfde kamer. Dat is juist. Ja, dan is dat moeilijk natuurlijk. Het gemoel dat is thuisgekomen. Ah, ik heb iets gehoord rond 2 uur. Nee, dat was ik. Ah, ja, dan weet ik het niet. Heeft hij tegen u nog iets gezegd? Zo als? Kijk, Jori, ik heb de indruk hè, dat Marie uitgaat om mij jaloers te maken. Ja, dat heeft ze niet tegen mij gezegd. Ja, maar iets anders misschien. Ja, maar dat is vertrouwelijk. Dat is tussen mij en Marie. Kom maar, vertrouwelijk. Wij kennen elkaar toch? We zijn toch vrienden? Ja, vrienden. Jullie zijn het koppel. Vraag dan Marie. Tegen mij wilt je niks zeggen vooraleer ik die zaak met Isabelle heb uitgeklaard. Ja, dus, daar ga ik me eigenlijk niet tussen steken. Voilà, hij shot hem binnen, 2-0. En ze gaan naar Japan. Hè. Ja. En ik dacht, Rosa zal blij zijn met verrassing om mij te zien. Maar in plaats, ik kreeg klets op kak. Ja, jong, de vrouwen. Ik snap ze niet, jij snapt ze niet, niemand snapt ze. Allee, allee, allee. Is dat nu zo moeilijk om te verstaan? Ja. Als je zomaar een paar dagen wegblijft zonder iets te zeggen. Mannen en moe, dat zijn toch hopeloze gevallen. Oh. En wat heeft ze dan gedaan? U buiten gesmeten? Nu. Nee, eerst, we hebben verzoend. En dan s'nachts, we hebben gezoend. Rosa is vrouw vol passie. En hoeveel keren? Maar Frank, alstublieft. Ja, het is goed. Ik zeg al niks meer. Het is niet de kwantiteit die telt, het is de kwaliteit. Heel zeker. En zijn er teruggekomen voor Rosa of schone ogen? Of voor...
Kun je nou over niks anders klappen? Moe, ik vraag toch maar alleen dat hem teruggekomen is voor Rosa en schone oren of voor ons? Ja, dat zal wel. Ik ben teruggekomen voor Rosa. Ah, voilà, dat denk ik nu toch ook. Ik dacht dat jij 3 maanden moest wegblijven. Allee, de Frank had dat toch gezegd? Ja, is waar. Maar ik kon niet langer wachten. Hoe zit het nu met uw situatie hier? Nou, ja? Nou, ik moet rustig blijven. Zie maar dat je geen gezever krijgt met de flikken. Dat is geen probleem. Het probleem is Jenny. En ook madame Leontine. Hoe? Geloofde jij nu echt dat hij je nu graag ziet? Zolang je voor hem betaalt, zeker. Plezant zijn, hè? Een vent die zich laat onderhouden door een vrouw. Oh. Zo is dat niet, Jenny. Ah, nee? Die leeft toch op uw kap? Of heeft hij ineens een ezel gevonden die geld scheidt? Nee. Nee, heeft geen geld, nee. Maar dat is wel maar tijdelijk. Dat zal wel. Ja, want hij wil heel graag werken. En hij vindt dat verschrikkelijk dat Leontine hem geen werk geeft. En ik weet het. Dat is nog altijd geen enkele reden om zo te drinken. En dat heb ik hem ook gezegd. En ik heb hem zijn kater serieus laten uitzweten, zonder medelijden. Ah ja? Dan heb jij je eigen nogal moeten inhouden, zeker, om er niet bij te kruipen. Jij weet nu toch zo goed als ik dat ik mij niet laat doen. Maar schat ik het toch. Maar als jij verliefd bent... Maar de wal die ik doe, ik weet niet hoe hard zijn best. Hij is nu naar de Frank. Hij is gaan vragen of dat de Frank is niet wilt onderhandelen met Leontine omdat ze hem misschien terug werk zou willen geven. En als dat niet lukt, dan ben ik ervan overtuigd dat hij ergens anders gaat zoeken. Echt? En die 1250 euro waar dat hij mee vertrokken is, waar zijn die gebleven? Weet je dat al? Ik heb u dat al een paar keren gezegd, maar jij wilt mij niet geloven, dus dan moet ik nu nog moeite doen. Ja, maar jij gelooft alles wel heel rap, hè? Toen dat de Waldik weg was, heb jij constant gezegd dat ik niet moest denken dat hij ooit nog terug zou komen. Hm? En ik geloofde dat bijna. En wel, hij is terug. En voor mij is dat een bewijs, hè, dat hij mij graag ziet. Maar nu vraag ik mij af waarom dat jij nog altijd zo negatief staat tegenover Waldik. Jij bent ook vroeg wakker, hè? Heb je niet vergist? Ik moet straks gaan werken, zo. Dat was niet te laat. 4 uur, denk ik. Ik ben ook op die 5 geweest. Ik heb je daar niet gezien. Ik ben er ook niet lang gebleven. Nee? Nee. Waar ben je dan wel geweest? Brussel. Allee. Mm-hmm. Brussel. Ik heb me geamuseerd. Ik heb me echt heel goed geamuseerd. Mm-hmm. En jij? Jij ook? Geamuseerd? Mm-hmm. Man. Schitterend. Fantastisch. Heel tof. Ja. En je wordt thuis om 2 uur. Dat is ook niet van uw gewoonte, hè? Hey, Marie gaat daarmee op de lappen. Dat is tenminste een 5-beestje, hè? Maar ja, je weet dat dat gaat, hè. Je komt toffe mensen tegen en je begint te babbelen. En je kent dat onnozel doen. En, enfin, ja, en voordat je weet is het 4 uur, hè. Zo, ik had wel spijt dat ik vandaag moest gaan werken. Anders had ik er misschien nog wel gezeten, denk ik. Allee, joh. Ja? Nu nog altijd. Mm-hmm. Ja. Precies, het is toch een speciaal volk daar in Brussel. Wat is er problemen mee? Mannetjes, alsjeblieft, zeg houd er eens mee op. Hey, mail een toestand. Maar ja, ik vind er een beetje over ze. En zo is gebeurd. En nu, madame Leontine wil mij geen werk meer geven. Dank u. Ah, nee? Nee. En waarom niet? Het is toch normaal, hè, Frank? Als ze erop uitkomen dat een illegaal werk voor Sanny Technieken, je zult nogal wat mogen betalen. Oh, onze duivenmelker is een cent aan vliegen. Ja, maar het is toch normaal dat je als nieuw bedrijf, hè, dat je dan geen problemen op de hals wilt halen als het niet nodig is? Het is al moeilijk genoeg. Maar dat is toch maar voor even? Ja, en dan voor even. En wat god hem tijd er wel aan doen, even. Leven van de hemelse dauw, zeker. Met wat meer geduld, hè, waar het gaat zijn legaal kunnen terugkomen. Dat is gemakkelijk, hè, van de wielen. Beslissen voor iemand anders. Ja, het is nu gebeurd, hè. Het beste zou zijn dat Rosa hem voorlopig voorthelpt, hè. Oh, jij wel. En dan elke dag Jenny op zijn dak krijgen, zeker. Wat Sint-Ongo is je nog erger dan onze voorkomer hier. Ja, maar allez, hij zou toch een overeenkomst met Rosa kunnen maken dat hem dat later terugbetaalt of zo? Nee. Weet je wat het beste is? Hè? Dat hem gewoon terug voor ons komt werken.
Frank, dat kan ook gevaarlijk zijn, hè? Zowel voor de Waldeck zelf als voor uw bedrijf. Simon, denkt jij nu echt dat hij de enige is die hier in zwart werkt in deze open land? Ik verstand dat niet dat Leontine zo'n schrik voor heeft. Ja, omdat zij tenminste een beetje gezond verstand heeft. Nee. Dat is gewoon iets anders. Er is iets anders. Iets dat ze voor ons verzwijgt. Als de Waldeck mij niet graag zou zien, hè, dan zou hem inderdaad zijn weggebleven met mijn geld. En dan zou hem, gelijk dat jij zo graag zei, een andere vrouw de kop zot hebben gemaakt. Gelijk dat ik zo graag zei. Ja, je hebt me dat toch dikwijls genoeg naar mijn kop geslingerd? Ik heb dat misschien ene keer gezegd. Enfin, in ieder geval, je moet nu wel toegeven dat je verkeerd zei. Want hij is helemaal niet op zoek gegaan naar een andere vrouw. Absoluut niet, integendeel. Hij is zo rap mogelijk teruggekomen. En weet je waarom? Omdat hij mij graag ziet. Dat hij is teruggekomen, bewijst niet dat hij u graag ziet. Het is blijkbaar heel moeilijk om toe te geven dat je verkeerd bent, hè? Rosatje, volgens mij is hem teruggekomen voor zijn eigen begeerte. Voor zijn seks. En dat is iets helemaal anders dan iemand graag zien. Volgens mij hangt dat samen. Nee. Als hij u echt graag zou zien, hè, maar dan echt, hè, dan zou hij hebben ingezien dat hem door terug te komen zijn situatie alleen maar moeilijker maakt. En die van u ook. Dat is niet waar. Maar Rosa, zie je, het is wel waar. Hij is nog altijd illegaal in het land. En hoe gaat hem dan een normaal job vinden, zegt dat eens. Want dat wil hem toch zo graag, hè? Of niet? Het is zo nog niet moeilijk genoeg, zeker? Hij weet van aanpakken. Nog, hij weet van aanpakken. Want dan staat hem hier ineens terug voor de deur zonder ook maar iets te vragen, zonder ook maar iets te laten weten. Het is een impulsieveling, een onverantwoordelijke, dat is het. Hoe kunnen nu je leven beginnen met zo iemand? Die mens wil gewoon bij mij zijn. Is dat nu zo onverantwoord? Als hij had nagedacht en legaal was teruggekomen, dan hadden we misschien nog een toekomst gehad samen. Maar hij heeft niet nagedacht. Maar ja, het is ook heel gemakkelijk voor hem, hè. En vooral heel profijtelijk, hè. Op andermans kosten leven. Ik moet de Waldeck dan toch nog gelijk gaan geven. Jij zegt gewoon een racist, jij. Dat neem ik niet. Ik heb nog nooit iemand vies bekeken omdat hij een andere nationaliteit heeft. Maar het gaat hier over u. Maar schatteke, zeg, loopt jij maar in uw ongeluk, hè? Loopt jij er maar vierkant in, mijn zoteke? Ik heb u dikwijls genoeg verwittigd. Voort. Kijk. Verrast dat jij nog eens op bezoek komt. Aangenaam verrast. Wel, Luc, ik ben heel nieuwsgierig naar het resultaat van de folder. Ik hou altijd een brochure of twee bij van het werk dat ik heb gedaan. Dus. Spijt me, de folder is nog niet uit. Maar je was toch heel tevreden van het resultaat? De vorige keer hebben we die foto's toch samen bekeken? Dus. Uitermate tevreden en ik zal ze zeker gebruiken. Aha, ik versta het al. Ja, je kunt natuurlijk nog niet buiten komen met die brochure omdat je de enige zaakvoerder bent die op die cover staat. Dat wil zeggen, Luc, dat je Marianne hier nog niet hebt kunnen buitenwerken. Effectief, nog niet. Enig idee wanneer dat wel zou kunnen? Dat kan zo lang niet meer duren. Maar ik zal u zeker verwittigen als de folder klaar is. Nou, eerlijk gezegd, ik kom ook niet alleen voor die folder. Nee, ik heb eigenlijk ook plannen. Plannen met de fotostudio. En ik wou u daar graag bij betrekken. En alleen u, hè? Niet Marianne natuurlijk. Ah, alleen mij? Uh-huh. Ik doe alleen zaken met winnaars, hè? Niet met losers. Zeg, Luc is toch echt een charmante man, hè? En zo attent. Luc is iemand die weinig of geen respect heeft voor anderen. Dat heb ik al persoonlijk mogen ondervinden. Wel, voor mij heeft hij in elk geval veel respect. En hij is tenminste iemand waarvan je weet wat je eraan hebt. Omdat hij die bloemen heeft gegeven. Ah ja, en die chic natuurlijk. Ja, hij wou mij per se helpen, hè. Ja, als dat niet galant is. Ik wil niet meer over Luc discussiëren of over dat souper. Ik heb al gezegd hoe ik over hem denk. Ik heb nog niet alles verteld. Wat moet je mij dan nog zeggen? Ah ja. Dat hij de soep lekker vond. Nee. Leontien stond hier eerst voor de deur. Voor de huur, zo gezegd, hè. En terwijl ik haar aan het buitenwerk was, stond Luc daar opeens met die bos rozen. Hoe had Leontien haar gezicht moeten zien? Allee, Simon. Illegaal in twee landen tegelijkertijd. Hoe kan dat nu? Frank, het is al goed geweest. Sena. Vroeger had ze er toch geen problemen mee en nu ineens wel? Dat kan toch? Ik weet het niet.
Er zit iets achter in, maar wat? Een paar uur geleden waren de Leontien nog compleet aan het ophemelen. En nu in één keer... Ja, maar toen wist ik dat nog niet van de Waldeck. Heel die affaire heeft me van gedachten veranderen. Och, manneke, oud eroverop, hè. Wat haalt het ook uit? Ja, wat haalt het ook uit? Als ik dat wist, dan was het opgelost. Ja, niks, hè. Niks haalt het uit. Laat het gewoon zo. En zwijg erover tegen Leontien, hè. Ik weet het niet. Heeft hij nu een schrik gepakt van onze Luc? Maar dat is de enige die de Waldeck heeft lastiggevallen. Oh, toen nog jullie samen in Tersmissen werkte, zeker? Ja, toen we er bezig waren in die keuken. Toen heeft hem een inspecteur op zijn dak gestuurd. Maar ja, natuurlijk, hij was gewoon lopen langs de keukendeur. En zelfs dan, heeft ze hem nog niet buiten gegooid. En waarom doen ze dat nu wel? Ja, Frank, voor de 100.000ste keer omdat het veel te riskant is. Hmm. En ik zeg het nog eens, je zwijgt erover tegen Leontien, want ik wil niet dat je de boel gaat verpesten, hè? Ja. Goedemorgen, Leontien. Je valt wel direct met de deur in huis. Dank je wel. En hebt jij daar misschien een probleem mee? Integendeel. Nee. Dat bevalt mij wel, uw directheid, uw heerlijkheid. Wel, ik vind trouwens Luc, ze moeten mij nemen zoals ik ben. En kunt je mij ook vertellen wat dat inhoudt, dat voorstel? Wel, ik wil de fotostudio uitbreiden. En daarom zocht ik een zakenpartner. Dan bedoel ik ook wel iemand met een goede neus voor zaken, hè? En iemand die zich niks in de weg laat leggen. Daarom dacht ik aan u. Ah. Een fotostudio. Dat is wel iets anders dan sanitair. Kom aan, Luc. Een zakenman zoals jij heeft toch af en toe wel eens een nieuwe uitdaging nodig, hè? Volledig akkoord. Trouwens, Luc, spring maar eens binnen. De deur staat altijd voor u open. Dat zal moeilijk gaan. Niet omwille van Marianne, hoor. Dat is een kwestie van tijd. Van weinig tijd voor ik die aan de kant heb gezet, maar... Ja, maar zijt je dan eigenlijk geïnteresseerd? Kan ik er eigenlijk van op aan dat jij mij niet komt opzoeken voor een reddingsoperatie? Oh, fijn, Luc. De studio die loopt beter dan ooit. De opdrachten stromen gewoon binnen, dus... Dat is goed. Kijk, Isabel, ik zal eens even even eerlijk en direct zijn als jij. Ik kan op dit moment moeilijk participeren omdat ik gehinderd word door een proces. Aha. Op het gebied van zaken. Ik ben beschuldigd van verkrachting van mijn schoonzus. Zo, misschien dat je moet zeggen dat je de huur niet meer kunt betalen. Maar ik moet die huur niet betalen. Dat is voor de firma. En die gaat dat doen ook. En wat gaat je doen als ze naar Luc gaat? Ze kan dat gemakkelijk doen en zoals hier komen zeggen dat ze de huur nog niet gekregen heeft. Ze weet heel goed dat ze bij Luc niks meer moet gaan zoeken. Zit je zo zeker van? Maar daarom kwam ze waarschijnlijk ook naar hier, hè? Om te spioneren. Zien of Luc hier was. Ze kon het niet laten. Nou ja, als ze voor ons soepetje nog niet wist hoe het zat, dan weet ze het nu, hè? Hoe dan? Maar ja, die bos rozen zegt toch genoeg? Luc staat voor 200% achter mij. Het is niet alleen mijn zakenpartner, maar ook mijn beste vriend. En hier, Jordus, die hebben een bestelling geannuleerd. En bij Meus, dat moeten er 1150 zijn in plaats van 1180. Ça va? Frank, zit jij nu nog altijd hier? Ik dacht dat jij al lang op de werf zou zitten. Ik ben direct weg, hè. Zie maar dat we geen achterstand oplopen. Nee. Met meer volk zou natuurlijk rapper gedaan zijn. Dat verstaan ik nu niet, hè. Waarom dat je de Waldeck niet terug wil binnenpakken? Waldeck is blijkbaar bij u op bezoek geweest. Ja, en dan? Allee, waarom pakte die jongen nu terug in dienst? Frank, een illegaal kun je niet in dienst nemen. Je weet goed genoeg wat ik wil zeggen. Dat hem hier terug bij ons kan komen werken. Die gast heeft geld nodig. Ja, dat kan goed zijn, maar ik wil geen risico's nemen. Och, allee. Risico's. Het enige gevaar is dat smeerlappige van onze Luc. Vroeger heb je dat toch nooit niet aangetrokken? En nu ineens wel. Waarom? Wie zegt er dat ik mij iets van Luc aantrek? Leontien, je moet niet luisteren naar Frank zijn onnozele klopsen. Hè. Frank had u een teut, kom. Heeft hij er iets mee te maken, onze Luc, met de Waldeck? Frank, wat zou Luc nu met Waldeck kunnen te maken hebben? Ik heb u toch gezegd hoe ik over Luc denk? Ik wil dat hij gestraft wordt en ik zal er zelf persoonlijk voor zorgen, oké? Okay? Ja, dat weet ik. Dat heb je gezegd, ja. Ja, wat zit er dan nog over Luc te zeveren? Hé, je moet niet zo rap op je paard zitten. Ik vraag alleen waarom dat je van gedacht bent veranderd wat dat de Waldeck betreft. Frankske, wilde alsjeblieft het beleid aan mij overlaten? Zo hadden we dat afgesproken. Jij de handen naar bijt en ik de brains, oké? Okay? Laat ons het daarop houden. Ja, Luc, dat is inderdaad geen gemakkelijke situatie, hè? Ik
Je begrijpt dus dat ik op dit moment moeilijk tijd in een nieuw project kan steken. En wanneer is dat proces precies? De precieze datum is nog niet gekend, maar lang zal dat niet meer duren. Maar hoe lang kan zoiets duren? En een andere vraag, in hoeverre kan dat uw zaken hinderen? Isabel. Je verbaast mij, weet je dat? Kom aan, dat zijn toch de meest logische vragen in zo'n situatie? Ja. Natuurlijk. Maar elke andere vrouw zou eerst vragen of ik schuldig ben. En jij? Maar ik ben niet zoals elke andere vrouw. Ja, dat had ik al gemerkt. Ja. En volgens mij ben jij ook niet zoals elke andere man, Luc. Kijk, ik kan zakenpartners genoeg krijgen, hè, Luc, voor zo'n relatie. Maar ja, daar ben ik niet geïnteresseerd. Ik wil alleen de beste. Ik dacht dat vriendschap en zaken doen eens samen gingen. Dat was toch regel nummer 1 van de business? Privé en zaken doen gescheiden houden. Dat was toch de belangrijkste reden waarom je niet geïnvesteerd hebt in die antiekzak van Jean-Pierre? Nee, dat was anders. Hoe anders? Jean-Pierre gebruikte mij alleen maar. Altijd maar nemen en nooit eens geven, ook niet emotioneel. Hij wou alleen maar profiteren van mijn geld. Nee, bij Luc is dat anders. Luc wil mij echt helpen. Nu krijg je geld in plaats van te moeten geven. Dat is inderdaad anders. Nee, ik wil niet profiteren van Luc. En hij weet dat. Ik heb hem niet eens om het geld gevraagd. Hij heeft het zelf voorgesteld. En daar staat niks tegenover. Het is gewoon een vriendendienst van Luc aan mij. Je weet toch nog dat Luc en Leontine heel goede vrienden geweest zijn? Oh, lang, lang geleden. Maar dat heeft die charmante man toch niet belet om Leontine te dumpen? En dan nog wel uit haar eigen bedrijf? Waarom zet je dan zo naïef te denken dat hij dat bij jullie niet zou kunnen doen? Jij weet er niks van, jij. Luc wil mij echt helpen. En daarom wil ik dat je bij hem verontschuldigt. Wat? Waarom? Omdat je met opzet bent weggebleven van een souper. Hebben ze opgegaan en niet onderuit kunnen deze keer. Ik denk er niet aan. En toch klopt er iets niet met Leontine. Moet jij niet gaan werken? Simon, je hebt dat toch zelf gezien? Ze verandert van gedacht van de ene moment op de andere. Eerst is ze ambetant en 2 minuten daarna is ze met schuppers. Ze is er nog geen 5 minuten binnen geweest. Ze heeft de post nog ineens niet nagekeken. Omdat jij zo direct moest aanvallen, ja? Oh, dat zal ze eigenlijk nogal aantrekken, Leontien verkennen. Nee, die verzwijgt niet. Maar waarom zou ze? En waar? Ja, ik weet niet. Ze heeft toch nog altijd contact met onze Luc? Ze heeft nog altijd aandelen bij verkennen, hè? Vergeet dat niet. En erbij... Och, Frank, weet wat dat met u is, hè? Ja. Jij vertrouwt Leontini omdat je haar nog altijd een beetje ziet als uw baas. Wow. En dat is niet meer zo. Jullie zijn alle 2 baas. Daarbij, Leontini heeft toch genoeg bewezen, hè, dat ze aan onze kant staat. En als je haar daar juist bezig hoort, wat ze denkt over de Luc. Als ze echt aan onze kant zou staan, hè, dan zou ze de Waldeck terug binnenpakken. Dan zou ze hem pas uithalen, onze Luc. Nee. Daar zit hij iets achter. En dat heeft met dat proces te maken, je zult dat wel zien. Morale. Ja. En zet er maar zeker van, we gaan niet meer kunnen rekenen alleen maar op Leontine met dat proces. Wat wil je daarmee zeggen? Dat onze Frankie toch zou moeten getuigen, Simon. Ja. Hij zegt tegen de chauffeur dat hij zich een beetje naast de room. Ja, volgende week. Oké, ja. Dag. Nee, Isabel, ik zou echt niet kunnen zeggen hoe lang dat proces zou kunnen duren. Dan gelukkig heb ik een hele capabele advocaat en een veroordeling zit er hoogstwaarschijnlijk niet in, maar ja, je weet nooit. Ja, en wat gebeurt er dan ondertussen met die firma? Dat proces is natuurlijk hinderlijk. Om te beginnen voor het geval van Marianne. Dat liefst zo vlug mogelijk zou willen afhandelen natuurlijk, maar ook voor uw plan. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt geïnteresseerd in de partnership met u. Wel, dan vind ik het wel spijtig dat we nog geen datum kunnen afspreken. Ja, dat zou alleen kunnen, moest dat proces er niet zijn. En denkt jij echt dat dat onvermijdelijk is? Ik denk dat. Kijk, Isabel, madame Baks, de moeder van Simone, heeft al een minnelijke schikking uitgewerkt, voorgesteld, maar Simone wimpelt alles af. Door toedoen van Frank, natuurlijk. Maar dan heb je het via de verkeerde geprobeerd. Hoe bedoel je? Waarom probeer je het eens niet via je moeder? Die zal toch vast en zeker veel meer invloed hebben op Frank.